Smullen met Wim. Ja, daar staan we weer in heel op de markt. Smullen met Wim. In de kou, het is een graad of 3 onder 0, denk ik. Er ligt overal nog een beetje sneeuw. En we gaan eens kijken of we weer wat mensen kunnen vangen die nog wat te vertellen hebben. Volg maar. Kijk eens hier, deze man heeft van de nood een deug gemaakt. Een stoel in het zonnetje. Maurice, wat verdorie, wat is er nou? Halve markt vandaag. Geweldig, zo toch of niet dan Wim? Ja, tuurlijk, maar hoe komt dat? Komt dat nou doordat het zo koud is of sneeuw? Ik denk het wel. Weersverwachtingen, hè. Maar die stomme telefoons die alles kapot maken. Hè. Mensen krijgen ook... Gevoelstemperatuur, thuis blijven, voor de televisie blijven zitten, alles volgen. Code geel, code groen, code oranje. Ja, en dan blijven de mensen thuis, hè, tegenwoordig. Ja. Ja. En jij wil niet thuis blijven, je hebt een boze vrouw thuis. Hè? Succes! Dank u wel, Wim. Windmolens zouden het hier goed doen. Ja. Of zijn jullie, hebben jullie geen groene stroom? Ja, echt wel. Tuurlijk wel. Ik ben een beetje bijblijven, meneer. Energy toch? Of, ik heb er staan. Ik ben bezig, ben ook nog steeds tevreden. Top. Ja, dat wou ik zeggen. Ja. De rest van Heerlen ook allemaal eigenlijk. Allemaal, hè? Dus, allemaal. Dat bedoel ik. Ja. Ik wens jullie in ieder geval een hele fijne dag. Dankjewel. En jullie veel succes met het schrijven van contracten. Helemaal goed. Hij dan wil graag een... een close-up van mij. Nee, hij wil graag... hij zit nou bij een andere firma. Hij wil graag naar de Ascent toe. Dat nou toch, jongen? Huh? Je kent me filmen, maar ik kom... Jongen, wat hebben ze allemaal gedaan tegen de kou? Hebben ze een kachel bezig? Ja, maar heel kleinetje. Zoals ze goed wie in een hand steken dan. Ja, dat is toch een flinke mevrouw bieden. Ja. Die kan ik toch ook een beetje warmen? Ja. Wie lang gaat het nog door in het weer? Ja, weet ik niet. Ik heb gehuurd 2 dagen, maar... Zo ben ik daarop te zeggen. Ja. Wat Gerrit? Ik denk in de Maastricht, nee, dat brengt een beetje warmte naar de stad, maar dat viel ook een beetje tegen. Ja, bij u is het verder niet waar geweest, maar 10 graden kouder nog geweest. Dat denk ik ook. Toch wel een beetje warmte. Hè? Ja, dat bedoel ik. Succes! Hoi. De vaste actie is een hele oude, die bestaat al heel lang. Is van de katholieke kerk uit, gaat dat? Ja. En de bedoeling is dat je een koppeling maakt, dat je zelf vast, ja. Dus voor jezelf van iets afziet. Ja. En dat je wat je dan daaraan overhoudt, dat je dat aan een ander geeft. Ja. Of dat nou in Afrika is, of hier in Nederland, of ergens anders in Europa, dat doet er niet toe. Maar de laatste tijd is het erg in opspraak. Acties die georganiseerd worden voor dingen. Oxfam Novib, het Rode Kruis, ja. Je hoort steeds gekke verhalen. Ja, dat is ook zo, hè. Ja, dus als we altijd op de goede plaats terechtkomen. En hier staat een Giro-nummer. Nee, wij halen geen geld op. Wij zijn hier alleen maar om mensen te laten nadenken. Ah, wij halen hier geen geld op. Oh, ik dacht, de vaste actie zelf wil natuurlijk wel geld ophalen. Ja. Maar dat gaat via het landelijk Giro-nummer. Dan kunnen mensen storten. Maar wij halen hier geen geld op. We vinden het veel belangrijker dat mensen zich bewust worden van hoe wij leven. Ja. Dan dat we geld ophalen. En zo zuster maar, midden op de promenade steekt gewoon een tent en ik heb geen muziek goed, maar het geluid van de verwarming. We gaan eens even binnenkijken wat hier allemaal te zien is. Goedemiddag. Hallo, Ado, wat leuk. Oh, uienpeep. Ja, voor koken, hè. Voor te koken, wat gaan we koken vandaag? Lekker bami, wat Indisch spullen, noem maar op. Oh. Je mag komen proeven een keertje. Ik kom eten, okay? Hè. Jongens, we gaan proeven, hè, bij die mevrouw, hè. Hebben we ook sambal bij ons? Natuurlijk, altijd. Dat hoort erbij, hè? Doe! Heerlijk. Meneer Wijnen, goedemiddag. Goedemiddag, hoe is het met u? Goed, met dich. Ja, alles goed. Ja, een beetje. Scherp. Hast u dit koud of vast een mutje op? Ja, daar heb ik boet even te mutje op, maar nu heb ik het koud. Ja, hier is het warm, hè? Ja. Het leukste café van Heerlen. Amsterdammerwets. Amazing leuk. Amsterdammerwets. Ja. En een geweldige gastheer. Ja. Ik ken hem al heel erg lang, geweldige vent. Dus het is toch wel het gezicht van Heerlen. Nee, even dicht. We zijn toch om even naar binnen gekomen, om eens even te kijken. Het rokersruimte, dat moet eruit. Ja, daar moeten we in gaan geloven. Dan kunnen ze wel boete zetten en 2 gokkassen erin zetten. Dan kunnen ze boete spelen. Ja, dan moeten we kijken of dat wel toegelaten werd. Ja. En ik weet dat al u heel blij met zijn. Ja, dat denk ik ook wel. Als er nog een goede spreuk? Voor dich? Ja. Houd die gezond, is helemaal goed. Oké. Hey Bernhard, maar het zonnetje is lekker, hè? Zo lekker toch? Ja. Mooi weer, helder weer. Wil je nog meer, jongens? Wat adviseer je de mensen nou om te eten, om beter tegen de koude te kunnen? Scherpe broeder? Nee. De mensen, welke? Allemaal, 's morgens vroeg een cognacje.
Een cognac? Een cognacje, jongens. Morgens vroeg. Dat is het eigenlijk, jongens. Nou, weet ik ook waarom jij zo leuk bent. Ja, ja. Zie je dat? Ja. Eerst, je hebt gedronken. Wat denk je dan eigenlijk? Hè? Je weet hoe de thuissituatie is. Ja. Slechte vrouw zeg je dan eigenlijk, hoe dan ook eigenlijk. Hey, neem dat niet op, je verdooi met jullie. Nee, wij nemen niks op. Dat zijn proefopnames. Dat zijn de proefopnames. Die zie je vrijdag op televisie. Ja, ik ben helemaal niet lekker, jongen. Hè? Je bent helemaal niet goed eigenlijk. Ik krijg ruzie straks thuis, jongen. Ah, doe. Zeg je maar, je hebt met de boze man gesproken. Ja, daar, hier. Ja. Boze Willem. Boze Willem. Ciao, hè. Jullie, succes. Meneer, mogen we iets vragen? Met deze koude, lange onderbroeken, komt dat nou weer helemaal in? Dat is altijd een geweest, hè. Ja? Vooral met die kou, hè. En wat, maar nou loont zich die wel, die lange onderbroek. Ik weet nog uit mijn kindertijd, vroeger had je een onderhemdje en een borstrok. Bestaat dat nog? Die hebben wij ook nog. Echt waar? En die worden echt veel nog verkocht. Ja, ja, ja. Ja, maar het is ook warm, hè. En ook oude goed van vroeger is beter dan wat ze nu hebben. Echt waar? Ja, ja, ja. Dat was nog het echt degelijke goed. Jongens, hier leer je nog eens wat hier. Ja, ja. Hè? Hoor je? Een onderbroek, een wollen onderbroek. Allemaal. Thermogoed. En vandaag is het echt extreem. Hè? In dat thermo-ondergoed heb je natuurlijk veel verschillen. Ja, alle kleuren, diktes. Nee, maar ik bedoel ook, je hebt ook thermo-ondergoed, dat is helemaal geen thermo-ondergoed. Nee, dat noemen ze wel thermo, maar dan moet je echt kwaliteit hebben. Ik ben een specialist. Wij zijn echt op kwaliteit. Goed zo. Succes. Fijne dag verder. Ja, hoi.